uien, bieten, melk, dat die een beetje ondergewaardeerd zijn voor wat het echt waard is. Dierendag. We zijn in Den Haag, waar boeren deze week protesteerden tegen de halvering van de veestapel. En we gaan eens kijken op straat wat mensen daarvan vinden. Heb je misschien wat met dieren of houd je van dieren? Nee, ik ben voor de meeste allergisch, dus nee, eigenlijk niet. Met Dierendag persoonlijk zelf niks, maar ja, ik vind dieren altijd wel leuk en aandoenlijk. Ik bedoel, dieren zijn mooie beesten. Meestal vind ik dieren zelfs liever dan mensen. Maar ja, dat is gewoon een eerste indruk natuurlijk. Hoe jij vindt dat het gaat met dierenwelzijn in Nederland? Ja, slecht. Want de dieren die zitten in een kleine hokken en zo. Ik vind dat niet kunnen. En over welke dieren heb je het dan bijvoorbeeld? Kippen, plofkippen. En gewoon over varkens, koeien, eigenlijk alle dieren die slecht behandeld worden. Ik vind dat het best wel goed gaat met de dieren in Nederland. Ik zie geen zwerfhonden of zo op straat. Dus. En denk je ook dat het goed gaat met de dieren in de stallen? Ik denk het wel. Met de paarden vooral, maar met de kippen bijvoorbeeld en zo denk ik het niet. Wat zou daar mis mee zijn dan, denk je? De kippen worden te veel in een kleine ruimte bewaard, waardoor de kippen niet goed kunnen voortplanten. Het vlees is daardoor best wel goedkoop, ook van kippen bijvoorbeeld. Eet je daarom minder vlees of koop je duurder vlees? Persoonlijk niet. Ik weet, ik doe zelf ook niet de boodschappen, doe mijn moeder. Maar als je later op jezelf zou wonen, zou je dan bijvoorbeeld geen vlees meer eten omdat je weet dat die dieren het zo slecht hebben gehad? Ik zou niet geen vlees eten, maar ik zou wel bijvoorbeeld, je hebt tegenwoordig van die stickers, die zou ik wel doen. Heeft u wat met dieren of met Dierendag? Ja, ik heb kippen. En hoe gaat het met de kippen van jou? Dat gaat best, lopen vrij rond. Ik vind persoonlijk dat in Nederland heel goed zorgen over dieren. Dat is veel beter, denk ik, dan aan mensen. En dat klinkt misschien raar, maar ik vind het super goed, omdat het is het gevoel van mensen. En we zijn in de wereld, mensen kunnen zelf helpen van elkaar, maar dieren. Ja, wie dan? Als niet wij, dan wie? Nou, ik denk vergeleken met andere landen, denk toch wel redelijk goed. Nederland staat al bekend om de land van de regeltjes. Dus naar mijn mening is alles hier wel goed geregeld. Dus ik denk ook qua dieren. Ik denk als je in landen bijvoorbeeld in het Oostblok gaat kijken, dat daar een stuk broeder aan toe is, zeg maar. En wat doe je met de kippen? Eet je ze ook op bijvoorbeeld? Nee, ik krijg alleen de eieren. Maar je eet wel kippenvlees? Ja, eet ik ook. En stel je voor dat er allerlei strenge regels komen waardoor het kippenvlees duurder zou worden. Wat zou je daarvan vinden? Ja, blijf ik eens nog kippen eten. Maar vind je die strenge regels ook noodzakelijk? Hebben kippen het goed in Nederland of niet? Ja, nou ja, als je ze in een hokje zetten hier heeft. Kijk, weet je, ik zou het ook niet erg vinden als ik in een hokje zit en ik krijg hem helemaal volgevreten. Dat zou wel goed zijn. Ja, beter te veel eten dan te weinig. Dus vind je dat het wel goed gesteld is met dierenwelzijn in Nederland? Ja, ik vind het best gaan. Want bent u bijvoorbeeld ook wel eens op een boerderij geweest om te kijken hoe het daar met dieren gaat? Zelf ben ik een boerenzoon en ik woon op een boerderij. Dit is een melkveehouderij. En hoe gaat het daar op die melkveehouderij? Is het ook lastig om voldoende inkomsten te verkrijgen bijvoorbeeld? Het is even over een andere boeg. Ja. Maar gelukkig ben ik zelf geen boer en zal ik dat ook niet worden. Maar zou het dan niet zo moeten zijn dat mensen in de winkel meer voor de melk betalen, zodat de boer het beter heeft? Ik wil niet beslissen. Voor de boer, dat is in ieder geval een goed begin. Ik zou gewoon betalen voor wat het product waard is. Uien, bieten, melk, dat die een beetje ondergewaardeerd zijn voor wat het echt waard is. Dus daar zou de burger best iets meer voor mogen betalen? Wat mij betreft wel, ja.